John, er is groot nieuws in de zaak Enstra. Ja, de politie heeft vandaag bekendgemaakt dat er een 47-jarige Rus is gearresteerd. Die de schutter zou zijn bij de aanslag op Willem Enstra. Er is ook een tweede verdachte aangehouden. Dat is een Turkse meneer Özgür C. Die in 2006 al een keer eerder is opgepakt. Die man die afkomstig uit Alkmaar. En ik heb zojuist de chef van de Amsterdamse recherche gesproken. Die uiteraard erg content is met deze aanhouding. En die zegt dat de politie de stellige overtuiging heeft dat in ieder geval de Rus degene is die de dodelijke schoot op Enstra heeft afgevuurd. En dat leidt de politie af uit de DNA-sporen die toen na het misdrijf in 2004 op de plek van het delict zijn gevonden. En die nu overeen blijken te komen met de gearresteerde Rus. Dus dit heeft niks te maken met een nieuwe verklaring van een getuige? Nee, dit is puur op basis van technisch onderzoek. Die Rus zit nu ergens in het buitenland vast. De politie wil niet zeggen waar. De verwachting is dat hij binnenkort zal worden uitgeleverd. Er is in ieder geval een goede hoop dat die uitlevering snel tot stand gaat komen. En de recherche geeft aan dat vanaf dit moment eigenlijk, nu die match er is in de technische sporen, er ook weer tactisch gerechercheerd zal worden. Maar de politie spreekt wel van een grote doorbraak in het onderzoek. Wie is de opdrachtgever geweest, denk jij? Ja, zover is het nog niet. Het is natuurlijk allereerst van belang in zo'n onderzoek dat je weet wie de schutter is. Dus wie de uitvoerder is. En op het moment dat je die in de cel hebt en je die kunt gaan verhoren, dan hoopt de politie natuurlijk uiteindelijk bij de opdrachtgever terecht te komen. Maar op dit moment is daar nog geen zicht op. Oké, dankjewel John. Graag gedaan, hoi.